Welkom bij de ronde tafel van conflictstress naar levensgeluk. Vandaag levensgeluk op de werkvloer. Hoe gaan we om met negatief geluid op de werkvloer? Gaat het om prestaties? Gaat het om gedrag van medewerkers en leidinggevenden? Daarover praat ik met Bert Arons van Couleur Lokaal. Mooie naam heb je voor je bedrijf gekozen. Dankjewel, Couleur Lokaal. Wat is de relatie tussen Couleur Lokaal en de werkvloer? De relatie tussen Couleur Lokaal en de werkvloer? Nou, de naam is ooit verzonnen omdat wij ons willen richten op de lokale kleur. Iedereen noemde toen wij doen maatwerk. Nou, ik denk dat als je kan richten op de lokale kleur en je daarop aanpast, dan doe je het allerbeste wat je voor je klant kan doen. Dus daar is ooit Couleur Lokaal uit ontstaan als naam. Een beetje kruip in de huid van. Ja, precies. Wat kom je tegen op de werkvloer? Wat ik voornamelijk tegenkom is dat mensen langs elkaar heen leven. Gezamenlijk wordt ergens aan gewerkt, maar ik zie toch regelmatig dat de gezamenlijkheid ontbreekt. En dan heb ik het vooral over de verschillende lagen die in een organisatie zijn. Ik zeg wel eens, jullie willen allemaal hetzelfde, maar jullie gedragen je daar niet naar. Oké, dat is een mooie. Er zijn verschillende lagen in de organisatie. Kun je eens een voorbeeld geven van een laag waar de communicatie niet goed loopt? Nou, dat kan in alle lagen zijn. Maar als ik de laag neem, bijvoorbeeld de managerslaag, die zijn team aanstuurt. Dus je hebt directie, management, werkvloer. Ja, bijvoorbeeld, en ik neem het middenkader. Ja, middenkader. Daar zijn bepaalde eisen ten aanzien van prestaties of resultaten die geleverd moeten worden. Targets. Die sturen een team aan. En dan wordt er in de manier van aansturing nog wel eens voorbij gegaan aan hoe de mensen die het werk moeten doen dat ontvangen. Oké, dat zeg je heel diplomatiek. Wat gebeurt er dan? Want ze gaan er aan voorbij. Er wordt aan elkaar niets gevraagd en er wordt niet naar elkaar geluisterd. Dus target, jij moet 100 halen dit jaar. Klaar. Ja, en zo zwart-wit zal het niet zijn. Maar er wordt veel, vanuit alle goede bedoelingen die er zijn, zijn er vaak aannames tussen mensen. Oké, noem eens een voorbeeld van wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. Van een aanname waar je zegt, dit is een aanname. Ja, nou, er is een bedrijf dat een nieuwe manier van werken krijgt. Daar is ook een nieuwe software voor nodig. Die software is er, maar ze zijn al met z'n allen op cursus geweest om die nieuwe werkwijze te leren. Dat is de werkwijze. De methodiek. Een vaardigheidstraining is er geweest. Ja. En vervolgens, die heeft tijd gekost. Mensen vinden het spannend en moeilijk. En op de werkvloer, in het team, ze gaan geluiden op over werkdruk en te veel van het goede enzovoorts. Vervolgens zit het management bij elkaar. En dan wordt gezegd, dan gaan we nu de software training krijgen. Waarop die manager zegt, is dat nu wel handig om te doen? En dan zeggen ze, waarom niet? Er is al zoveel werkdruk en ze klagen al zoveel. Dus als wij nu er bovenop ook nog eens die software doen, dan is waarschijnlijk het hek van de dam. Vanuit alle goede bedoelingen en met waardering voor de medewerkers wordt het besluit genomen om de cursus van de training van de software even uit te stellen. En dat is een aanname. Vanuit alle goede bedoelingen. Maar wat gebeurt er in het team? Ze zijn allemaal boos dat de training software er niet is. Want die hadden ze het liefst aansluitend gehad op de werkwijze. Dan hadden ze namelijk de volgende dag niet gezwommen of gesparteld, maar dan hadden ze direct aan de slag gekund. Ja. Dus die hadden graag de training software direct gehad. En die vraag is dus niet gesteld. En hoe makkelijk kan het zijn, in plaats van vanuit die goede bedoelingen, met waardering voor je personeel, iets aannemen, zou je ook juist vanuit die waardering ze iets kunnen vragen en ze daarbij betrekken. Luister eens, wij denken nu dat jullie al heel veel werkdruk hebben, die horen we ook. Mm-hmm. Dagelijks. Nu hebben wij het erover gehad, moeten we nu op dit moment wel of niet de software training doen? We willen jullie niet extra belasten, maar we willen ook dat jullie daarmee kunnen werken. Wat zouden jullie willen? En dan krijg je antwoorden. Grappig, hè? Dan hoor je waarschijnlijk heel veel. Wat kom je nog meer tegen? Want dit is dan heel praktisch. Kan zo worden opgelost. Mm-hmm. Maar je hebt ook allerlei negatieve sferen op werkvloeren die wat lastiger zijn, kan ik me voorstellen. Ja, er zijn ook gewoon hele emotionele processen die een rol spelen, maar dat gebeurt in iedere laag van een organisatie. Mm-hmm. He, dus doordat mensen elkaar dagelijks geen vragen stellen of niet goed naar elkaar luisteren,
Als jij niet goed naar mij luistert, dan zou het kunnen dat ik mijn mond maar houd, omdat jij toch niet naar mij luistert. Ja. Maar misschien hadden we elkaar wel heel hard nodig. Dus misschien was het wel goed dat we elkaar wat vroegen. Als ik mij niet veilig voel bij jou, om iets te zeggen wat ik wil zeggen, dan zou het kunnen dat ik me mond hou en niet de verantwoordelijkheid neem die ik eigenlijk zou moeten nemen. En dan kan mijn manager mij verwijten, jij neemt je verantwoordelijkheid niet. Ja, maar de kans is groot dat ik mijn verantwoordelijkheid pas ga nemen als ik een bepaalde basis van veiligheid en vertrouwen voel. Wat is jouw rol nu in zo'n proces? Mijn rol is vooral een rol om mensen te laten reflecteren, in de spiegel te laten kijken naar zichzelf, naar elkaar. En daar, ja, ik noem het altijd maar de mooiste ontdekkingen te doen. Zijn die altijd leuk? Nee. Maar zijn ze broodnodig om een leuke voortgang te boeken? Oké, okay. Ja? Ik snap wat je zegt. Jij komt binnen een bedrijf binnen, maar er moet een aanleiding zijn waarop jij zo'n bedrijf binnenkomt. Wat is zo'n aanleiding? Waarom vraagt een manager of een directeur jou om bij het bedrijf te komen? Ja, dat is divers. Want ik zal zeggen, dingen die wij doorgaans wel meemaken is dat resultaten achterblijven bij de gewenste resultaten. Oké, dus start is gewoon niet gehaald en dan is het Bert, kom langs, want het lukt. Dat kan. Meestal is het een combinatie van dingen. Werkstress, hoge werkdrukbeleving. Maar is het dan een manager van een bepaald team dat jou vraagt? Of is het het hele bedrijf? Of is het de afdeling HR die jou inschakelt? Meestal speelt er altijd. Ja, meestal, wij zouden het liefst preventief werken, maar meestal worden wij pas gebeld als er. Ja, het kan voor het eerst verdronken zijn, hè? Juist. Ja. En dan komt een initiatief vaak. Nou, er zijn geluiden in een team. De manager moet er wat mee. En dan kom ik in gesprek met de manager of soms met de directeur van het bedrijf. Dat ligt er helemaal aan. Ja, maar de vraag is eigenlijk, wie benadert jou nou meestal? Is het nou een directeur? Is het een manager van een team? Is het HR? Wie komt nou op het idee om jou te bellen? Nou, is het in een zorginstelling, bijvoorbeeld? Dan heb ik vaak te maken met het afdelingshoofd of de manager van de afdeling. Die gaat dan zelf op zoek? Ja, maar is het in een school, dan heb ik direct gesprek met de directeur, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is het in het bedrijf, dan heb ik regelmatig te maken met de eigenaar van het bedrijf. Is het een veel groter bedrijf, dan is het meestal een combinatie van iemand van HR en iemand op leidinggevend gebied. Oké, en kun je nou per sector ook een beetje schetsen wat de aanleiding is? Stel, we gaan even naar het zorgvoorbeeld. Mm-hmm. Wat is dan de vraag die het meeste voorkomen om met jou in contact te treden? Dat de communicatie niet loopt zoals die zou moeten lopen. Dat er daar waar mensen elkaar op zouden moeten zoeken een eilandjescultuur is. Dus er wordt geopereerd in kleine groepjes, terwijl het heel handig zou zijn om wat bruggen te hebben tussen de eilandjes. Mm-hmm. Regelmatig, omdat we toch wat vaker wat later komen in het proces, spelen ook al emoties een rol. Hè, dus als er door niet goede communicatie irritaties ontstaan, en er zijn ontploffingjes, mm-hmm. of veel onrust, dan is dat meestal de druppel waarna wij gebeld worden. Oké, en dan kom je binnen bij zo'n zorginstelling, en wat ga je dan doen? Dan hou ik me bezig met het in eerste instantie in kaart brengen van de aanwezige energie. Zowel waar wordt energie gewonnen. Nu word je een beetje zweverig. Okay. Waar, energie. Ja, energie is wat ons betreft de mentale kracht om tot prestaties te komen. Niet zo moeilijk wat zich tussen jouw oren afspeelt, bepaalt wat er uit jouw handen komt. Ja. Waar let je dan? Heb je een team? Laten we zeggen, er is een team van 5 mensen. Ja, dan ga je op de energie letten. Wat doe je dan? Ja, dan vraag ik of ze onderwerpen willen aangeven die ze aan een meting willen onderwerpen. Zoals eigenaarschap, onze teamvergadering, de informatievoorziening of onze core business, een bepaald project. Dat kunnen ze meten. Mm-hmm. En aan de hand van allerlei trefwoorden zoals open communicatie, luisteren, duidelijkheid, respect, veiligheid enzovoorts, ja. Laten wij mensen zichzelf de spiegel van hun eigen beleving voorhouden. Waarbij de basisgedachte is, jouw beleving klopt altijd, want daarvoor is jouw beleving. Maar mijn beleving over hetzelfde klopt ook.
En onze belevingen kunnen haaks staan op elkaar. Toch werken wij de hele dag met elkaar, dus daar zullen we mee moeten doen. En de eye-opener op één, op de eigen beleving, de spiegel van mijn beleving, wat vind ik? En de eye-opener van de ander op zijn beleving. En de optelsom van mensen, die zorgt voor opengaande ogen op het onderwerp wat wij gemeten hebben. En ineens wordt duidelijk waar de vinger op de pijnlijke plek gelegd zou kunnen worden. En dat heb je dus bijvoorbeeld in zorginstellingen, maar praat je over bedrijven? Is het nou anders bij zorginstellingen, scholen en bedrijven? Of is dat vergelijkbaar? Nou, ik vind toch wel, als ik in heel mijn software kijk en alle metingen die ik gedaan heb, dan zit er toch zeer regelmatig een heel vergelijkbaar energiewinst- en energieverliespatroon op. En dan zie je toch heel veel dat... Mag ik dat even jou onderbreken? Mag ik dat vertalen als energiewinst en energieverlies van een beetje achterover zitten en het maar laten gebeuren en actiever wat aan doen? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Wij hebben bijvoorbeeld het woord afwachtend om mee te meten. En afwachtend kan zijn achteroverleunen en geen initiatief nemen. Ja, maar het tegenovergestelde kan ook het waar zijn. Ja. Het kan ook dat iemand juist heel actief of proactief is en juist niet afwachtend. Nou, en het maakt nogal een verschil. En dat is dat verschil in energie. En dat is verschil in energie. Wat heb jij afsluitend als tip voor een werknemer of een werkgever? Nou ja, wat ik daarnet zei eigenlijk, kijk in de spiegel en kijk wat jouw beleving precies is. En kijk naar de beleving van anderen en ga daar vooral over in gesprek. Want als je iets, ja, ik zeg maar heel simpel, als je iets weet, dan kan je kiezen. Daar ga ik wat mee doen of daar ga ik niks mee doen. Alle twee is goed als je mij bewust kiest. Dankjewel. Bert Arons, Couleur Lokaal. Als je iets weet, dan kun je kiezen. Een mooie uitspraak die we graag onthouden. Bedankt voor het kijken. Thank you.